Goedemiddag, ja, ik film een gebiedje door Winston van de Postcode Loterij. Want we gaan vandaag immers verrassen met de Limbo Quiz. We gaan Dustin van de Laarschot verrassen. En Dustin is een van onze trouwste kiekers en heeft de meeste likes veroorzaakt en heeft ook nog een surprisevraag gewonnen. Dus we gaan hem een leuke kerstboodschap brengen, want hij mag bij de finale zien. We gaan even kijken of het toe is. Kom maar even met, cameraman. Kiek. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hallo! Hallo! Hier zit... Goedemiddag! Dustin. Jo. Hallo, ik heb een vlaai voor u. Wij hebben een verrassing voor u. Mogen we even binnenkomen? Jazeker, kom gewoon even naar binnen. Kiek, kiek, kiek. Ja, kerstweer, hè? Het is echt kerstweer, hoor. Wij zijn van de Limbo Quiz. Dat is denk ik al gedag. Want ik kijk gekker week. Ja, ik kijk iedere week de Limburgers. En waarom kijk ze iedere week? Omdat het echt een leuk programma is. En ook de bekende Limburgers wat erin voorkomen. Dat is echt leuk. En stiekem dat ze ooit zelf ook nog in de Limburgers komen. Ja, wie weet. Want die zingt zelf ook. Ja, ik stond dit jaar in de finale van TVK. Daar komen we ons toch nog tegen. Ja, want ik ook. Ja, we zullen gewoon met Sofiane mee doen. Maar goed, waarom kijk ze iedere week? Wat vindt ze eigenlijk van de presentator? Ja, dat vind ik ook wel chic, weet ze dood. En dat is echt grappig ook. Ja? Ja. Is een hele goede kerel, is helaas niet erbij, maar... Nee. Nou, we hebben een lekker vlijfje metgenomen, want we hebben een verrassing. Ik ben onze trouwste kieker, want we hebben de statistieken bekeken en de kieks elke uitzending. De deels om elke keer, dus die is minder de prijsvraag. En we hebben een verrassing. Dit heb ze de prijsvraag van vorige keer gewonnen. Ja. Weet ze nog wat het was? Van Jacques Vinders, van Clara Zoeken. Je moest raden wie dat was, en het was Jacques Vinders. En daarna mocht zich bij de finale uitzending zien met twee bekende Limburgers, inclusief mij en de hele cameraploeg. Zo, dat was leuk. En dan mogen ze met komen doen en dan kiezen een klein rolletje in de finale. Oké. En dan gaan we dat terug zien. Dat is goed, dat vind ik leuk. Ja. Helemaal goed, top. En wij gaan even die zeggen en we hopen u volgende keer weer terug te zien in de uitzending. En voor u ook een hele fijne kerstmis en een gelukkig nieuwjaar. Adieu. Hoi.